Ik ben Anouk Hegeman en je luistert naar de Positieve Impact Podcast. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. En in het bijzonder, welkom Anouk. Ja, dank je. Ik ga je gelijk even voorstellen. Anouk Hegeman, People and Culture Consultant bij Generatie Morgen. En daarbinnen richt je je vooral op diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Ja. En laat dat nou net het thema zijn waar we het vandaag over gaan hebben. Heb ik maar eens veel zin in. Jij, Kasper? Ik ook. Ja. thema wat uh, veel wordt besproken, gelukkig. Uh, maar ook wel een lastig thema, denk ik. Op, uh, op veel vlakken. Ja. En veel besproken in welk opzicht? Ik merk het veel bij de klanten waar ik kom. Dat diversiteit en inclusie uh, een term is die vaak wordt genoemd. Mm -hmm. uh, maar ook wel lastig om dan echt uit te leggen wat er allemaal onder valt. Want dat is heel breed, weet ja. ik uit ervaring. Ja. Uh, en iets waar steeds meer mensen zien dat dat echt. Uh, belangrijk is en dat het heel veel waarde kan toevoegen aan je organisatie. Uh, het is heel mooi dat uh, Anouk uh, ons daar meer over gaat vertellen vandaag. Kijk, dan gaan we gelijk naar jou toe, Anouk. Want waar wij ook vooral nieuwsgierig naar zijn is... hoe is dit onderwerp ja, jouw specialisatie geworden? Waar is jouw vuurtje hiervoor gaan branden? Waarom zei jij hier wil ik mee aan de slag? Um, nou, ik heb sociale psychologie gestudeerd. Mm -hmm. um, dus daar het principe van een stereotype en zo komt daarin voor. Uh, dat had ik nog niet direct dat ik dacht: oh, daar wil ik wat mee. Maar ik vond het wel interessant hoe dat werkt. Uh, en mijn eerste baan was bij een uitzendbureau. Uh, en dan ben je natuurlijk de hele dag bezig met mensen werven voor factures. En opdrachtgevers die dan mensen zoeken. Uh, en daar kwam ik ook wel eens tegen dat ze zeiden: ja, maar die wil ik niet. Want ik wil alleen maar mensen die Nederland zijn, of ik wil geen oude mensen. Um, en dat ik dacht, he, maar waarom? Uh, hoe kan dat zo? Ik vond dat gewoon niet eerlijk. Uh, en daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Um, en toen kwam ik in contact met het college voor de rechten van de mens. Um, en zij hadden een training ontwikkeld. Um, en toen heb ik daarop gereageerd om daar trainer te worden. Um, want ja, de vereisten daarvan waren dat je een sociaal-psychologische of een juridische achtergrond had. En ervaring had met werven en selectie. Dat was op jouw lijf geschreven destijds? Ja, terwijl in het begin, toen ik bij een uitzendbureau ging werken, zeiden ze: He, Hè, je hebt sociale psychologie gedaan. Hoe ga je bij een uitzendbureau werken? Mm -hmm. Nou, nu was dat de perfecte combinatie. Mm -hmm. uh, en ben ik me dus meer gaan richten op het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie. En dat is eigenlijk steeds meer: Nou ja, dat is het ene, het, het, het niet goede voorkomen. Maar hoe kun je dan het positieve bevorderen? Dus dat is eigenlijk steeds meer: Nou ja, die combinatie geworden om ook meer met diversiteit en inclusie. Uh, en, en wat zijn dan bij jou momenten dat je echt merkt... Dat het je, dat het je raakt, dat het je iets doet? Dat je, dat je de passie bij jezelf voelt? Um, ja, ik merk gewoon dat ik het heel vaak dingen gewoon niet eerlijk vind. Niet rechtvaardig. Dat ik denk, hoezo vindt iemand zichzelf beter dan iemand anders? Omdat je nou ja, een man bent of omdat je een witte huidskleur hebt... of omdat je uh, hoog opgeleid bent of ik noem maar wat. Mm -hmm. uh, dat merk ik dat het daar gewoon een beetje bozig van wordt... als mensen daar iets over vinden. Uh, dat ik die discussie vaak aanga, dat, dat zijn denk ik van die dingen. Dus echt een beetje onrechtvaardigheidsgevoel. Ja, ik heb een tijdje voorlichting gegeven op, uh, op scholen. Uh, en dan bijvoorbeeld ook over LHBTI. En dan had je ook ouder aan van dat ouders zeiden: ja, maar het wordt nu zo opgelegd. En dan merk ik altijd dat ik een beetje zo dat ik denk: nee, dat is helemaal niet zo. En, mm -hmm. Maar het is juist goed dat ze daar wat over horen. Dus daar, mm -hmm. ja, ik weet niet, is dus die dus de andere kant Ik belichten. ze denk ik, of zo, wat niet een hele specifiek iets is, omdat ik dat zelf. Het meegemaakt, maar ja. dat ik daarop aansla. Ja, tegen onrecht. Ja. Heel mooi. En, en uh, nou, we hebben het over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Uh, kan je ons vertellen wat al die drie woorden inhouden? Ja, zeker. Er zijn een hele hoop mensen die daar een hele hoop invullingen bij hebben. Um, maar in de basis gaat diversiteit over de verschillen tussen mensen... Mm -hmm. um, als je het hebt over diverse werkzaamheden, doe je ook allerlei verschillende dingen. Nou, dan heb je dus ook over verschillende kenmerken bij mensen. Dat kan op allerlei gebieden zijn. Um, Zoals? Kan je daar al iets over vertellen? Welke ja. verschillen zijn dat? Ja, dat kunnen zichtbare kenmerken zijn waarin mensen van elkaar verschillen. Um, dus bijvoorbeeld man-vrouw. Ja. Uh, kan een kenmerk zijn dat kan je huidskleur zijn, dat kan je leeftijd zijn. Um, maar dat kunnen ook dingen zijn als um, uh, neurodiversiteit. Dus heb je bijvoorbeeld ADHD of autisme. Um, dus een, verschil, een andere manier waarop het gemiddelde brein werkt. Um, de religie die je aanhangt, bijvoorbeeld. Um, of nou ja, waar iemand vandaan komt. Dat zijn allerlei nou ja, kenmerken. Maar dat kan ook een stukje diversiteit zijn in of iemand heel um, extrovert is of introvert. Dus qua ja. persoonlijkheden zit er natuurlijk verschil in. Het is heel divers. Het <laughs> is heel divers, ja. Ja, of verliefd wordt bijvoorbeeld, dat zijn allemaal, ja. uh, allemaal ja, okay. nou ja, verschillende persoonskenmerken. Uh, als je het hebt over inclusie, uh, dat komt eigenlijk gewoon van inclusief. En dat betekent erbij horen. Dus als je een oninclusieve vakantie hebt, zit alles erbij in. Ja. Nou ja, inclusie heb je het ook dat iedereen dus volwaardig onderdeel is van het geheel. Um, ja, dat iedereen erbij hoort. Mm -hmm. um, en als je het dan hebt over gelijkwaardigheid... want mensen hebben het vaak over gelijke behandeling... dus iedereen moet dezelfde behandeling krijgen. Uh, maar niet iedereen heeft dezelfde behandeling nodig. Dus je kan wel zeggen, hey, onze uitkomst zou hetzelfde moeten zijn... maar de gelijke behandeling kan voor iedereen anders een andere invulling hebben. Uh, dus als jij uh, een andere training nodig hebt... om wel die salesactiviteiten te kunnen doen en jij niet... maar jij hebt dat weer nodig, dan is de behandeling niet gelijk... want je hebt niet allemaal dezelfde training, maar wel gelijkwaardig. Want je kunt kijken, hey... Wat is het doel waar je wil komen en wat heb je daarvoor nodig? Juist. Yes. Yeah. Nou, ja. Okay, nou ja, goeie, goeie. Diversiteit en inclusie snap ik. Diversiteit is eigenlijk alle verschillen die er zijn. Of dat nou uiterlijke kenmerken, persoonlijke kenmerken, je afkomst, je, je, nee, je, je gender. De meer, de kan dus echt ja. van alles zijn. Ja. Inclusie is het, nou ja, hoor je erbij. Is dat dan ook een gevoel? Of waar, hoe, hoe, hoe ja, kun je zeggen of iets inclusief is? Ja, ik denk dat dat heel erg te maken heeft. Het is ook met het meten van inclusie over het gevoel of mensen het gevoel hebben dat ze erbij horen. En dat je volwaardig onderdeel bent, dat jouw mening evenveel waard is. En natuurlijk is er een verschil eh, met of een directeur een beslissing maakt en hoe zwaar die mening weegt met een medewerker. Maar wel als je in een vergadering zit, dat iedereen iets mag zeggen. Mm -hmm. um, en inclusie gaat er ook over dat je erbij hoort om wie jij bent. En niet dat je moet zeggen, oké, okay, dit is het malletje van onze organisatie. Als je je aanpast en je doet zoals wij doen, dan hoor je erbij. Dan heb je het niet over inclusie. Dus je moet wel gewoon echt jezelf kunnen zijn en er daarom bij horen. Wat ik wel eens heb gehoord is dat mensen zeggen, diversiteit is dat je wordt uitgenodigd op het feestje. En inclusie is dat ook jouw muziek wordt gedraaid. Ah. Ja, dat je wordt uitgenodigd om mee te dansen. En ja. uitgenodigd om mee te dansen. Ja, ja. ja. Nou, dat is wel mooi van inderdaad. Van, om het helder te krijgen. Nou, dat. dat. Dat probeer ik inderdaad. Want dan, je noemde ook nog eens gelijkwaardigheid. En toen zei je, ja, dat betekent niet dat je, dat je allemaal gelijk per se hetzelfde moet krijgen, zeg maar. Want daar kunnen verschillen in ontstaan. Um, maar die, die vond ik nog een beetje ingewikkeld. Nou, wat een, misschien een leuk voorbeeld is, ik uh, was een, een organisatie. Je kan zeggen, bij ons krijgt iedereen hetzelfde. Dus je krijgt, iedereen krijgt bijvoorbeeld hetzelfde kerstpakket. Ja, hetzelfde dan heb je het over, salaris. Ja, dan heb je het over gelijke behandeling. Ja. Um, maar... Uh, gelijkwaardigheid kan zeggen, hey, wat is bijvoorbeeld wat is je doel met dat kerstpakket? Uh, want niet voor iedereen is, heeft dat kerstpakket evenveel waarde. Dus er was een organisatie waar mensen konden kiezen tussen uh, uh, bijvoorbeeld een heel pakket of bijvoorbeeld een, uh, dat bedrag mm -hmm. in een cadeaubon, mm -hmm. uh, dus dan heb je het over de waarde is hetzelfde en we willen mensen waarderen, maar niet iedereen krijgt hetzelfde. Want je had het is daar niet mensen op dezelfde die, manier. Dus het gaat meer over de, het doel wat je wil bereiken. De invulling of de, van, de, van de in... die ja, gelijke behandeling, zeg ja. maar. Ja. Oké, okay. ja, nu heb ik nu het wel meer helder. Ja. Ja. En, en merk je ook dat het een, een lastig thema is, Sandy? Ja. ja, ik merk zelf als ik uh, over de, nou, hi hierover praat... dat ik uh, soms ook snel het gevoel kan hebben dat ik, dat ik iets verkeerds kan ja. zeggen. Ja, je ja, okay. wil een ander niet uh, uh, ja, te kort doen of voor het hoofd stoten... maar ik heb wel uh, goede intenties... Uh, dat ik denk, ik had het laatst uh, met een collega, ik gebruikte het woord wit. Uh, en toen, toen wees een collega mij erop die zei: je kan beter het woord. Nee, andersom. Ik gebruik het woord blank. En een collega zei: Je kan beter het woord wit gebruiken. Nou, ik was me daar echt totaal niet van bewust. Maar dat heeft dan iets met, uh, met historie te maken. Ik weet niet of jij dat uh, weet. Ja, er hangt een heel koloniaal verleden achter qua de context waarin dat wordt gebruikt. En dus zeggen, als je het neutraal wil zeggen, heb je het over wit, zwart, mensen van kleur. Nou, en dat was voor mij dan weer zo'n punt dat ik dacht: oh, ik was me er echt niet van bewust. Ik heb alle mm -hmm. goede intenties. Ik dacht juist: nou, blank klinkt netter. Maar dat, mm -hmm. dat, dat nou, was dus een verkeerde inschatting. Dus Herkenen. ja, ik herken ja. dat wel. Ja. En jij? Ja, ja ook. Uh, ook inderdaad van zeg ik niet het verkeerde. Ja. Uh, laatst hadden we een, een workshop en ging het ook over het woord ras en etniciteit. En ik merk dat ik het woord ras moeilijk vindt om ja. zeg maar te zeggen... Je bent je bent deels, dat je ongemakkelijk van wordt. Het is echt in een hokje plaatsen. Ja. Uh, wat je juist eigenlijk misschien niet wil. Maar aan de andere kant helpt het ook weer... om het wel bespreekbaar te maken. Um, maar er zit dus wel een, ja, een soort van... ongemakkelijk gevoel bij. Ja. Um, maar het levert ook heel veel mooie inzichten op... als je het dus bespreekt met elkaar. Uh, ik weet dat ik er maar nooit over nagedacht dat neurodiversiteit, dus inderdaad heb je ADD bijvoorbeeld... dat dat er ook onder valt. En dat je daar dus heel veel rekening mee kan houden in hoe je je bedrijf inricht of wat voor meetings je organiseert en hoe je dat zo faciliteert dat iedereen daar uh, gefocust kan zijn. Ja. Dat zou ik maar even zeggen dat ik je juist een, elkaars kwaliteiten ook kan benutten. Ja, ik heb een, een collega die, die um, um, misschien wel de, de nagels lakt lak tijdens een meeting en dan kan je, als je... hij bedoelt mij niet uh, luisteraars, nee, ja. <laughs> nee, <nachts geluid. lacht> maar ga verder. Um, maar dat is voor haar een, een manier om uh, zich te uh, kunnen concentreren en te focussen. Mm -hmm. uh, want als je, als je dat niet doet, dan, ja, dan gaan de gedachten alle kanten op. Maar als je dat niet weet, dan denk je, oh, die is gewoon geïnteresseerd. Ah. Uh, en dat soort, ja, soort ja. eye-openers, denk je wel. Yeah. Oh, ja. En dan ben je nou, wat minder oordelend. Mm -hmm. uh, en is sowieso niet fijn om te doen oordelen, maar mm -hmm. dat doen we nou helemaal als mensen. Yeah. Yeah. Um, je vult het heel snel in, hè? Wat yeah. dat dan voor jou betekent als iemand dat dus doet. Juist. Yes. Um, en als je daar verder niet naar vraagt, dan is dat inderdaad ook. Nou, Diegene is altijd zo ongeïnteresseerd. Mm. Dus die maar zit de nagels te lakken tijdens het werk. Dat zeg je? Ja. Die zitten nagels te lakken tijdens het werk. Dat je denkt, ja. nou, dat is toch... Uh... <laughs> het over de strategie. Ja, ja waarvoor <laughs> ben je niet... Te... Ja, ja, precies. Ja, ja klopt. Maar het dus is een, ja, een voorbeeld om uh, te laten zien dat het dus zo breed is, maar ook heel fijn is om van elkaar te begrijpen hoe je in elkaar zit. Mm -hmm. Wat iedereen, iedereen is bijsluit, want die hebben het toch allemaal wel. Ja, en dat er, dat, dat er dus mag paar... zijn. Ja. Ja, ze zeggen ook bij dit onderwerp, want jij zei, ik was me daar niet van bewust, um, met goede intenties. Um, wat het onderwerp vaak heel moeilijk maakt, is dat het ook best wel ongemakkelijk kan worden. Uh, ze zeggen als je hier echt mee aan de slag wil, moet je een beetje gemakkelijk worden met het ongemakkelijke. Uh, mm. Want er zullen dingen tegenkomen dat je denkt. He, maar dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En ik denk dat het vooral belangrijk is hoe je daar mee omgaat. Zoals dus jij nu zegt, ja, maar ik vind dit wel een goed woord, dus ik blijf dit gebruiken. Mm -hmm. um, terwijl je weet, nu wel weet. Hoe daarover wordt gedacht, of dat het voor bepaalde mensen niet fijn is. Mm -hmm. uh, of je zegt, oh, dat wist ik niet. Dan ga ik vanaf nu proberen om het wel goed te zeggen. En mocht je me wel weer een keer horen, spreek me er vooral op aan. Ja. Dat is denk ik een hele andere. Ja. Insteek. Zij dus zegt ook: wees daarin niet te voorzichtig of, of bang dat je het dan mogelijk niet goed zegt, maar wees dan vooral nieuwsgierig naar nou, nou ja, wat dan de reden erachter is en dat je voor jezelf kan bedenken, ga ik, ga ik dat dan ook gewoon aanpassen in, uh, hè, proberen aan te passen in mijn manier van uh, praten. Ja, en met heel veel dingen ook als je zegt, joh, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, dus mm -hmm. geef het vooral als het niet zo is, maar en dat je dan, ja. je, als je het al op die manier in kan leiden, als je denkt, hmm, ik vind begeef me glad ijs of. Dat zijn van die dingen. Je hebt natuurlijk ook vaak um, dat je dat hoort met hoe mensen aangesproken willen worden. Ja. Uh, bijvoorbeeld non-binaire mensen. Dat zit bij heel veel mensen niet in je systeem. Want je hebt het over een, een hem en een haar, een hij en een zij. Maar um, als iemand dat aangeeft ja. van... joh, ik zou het fijn vinden om met die en hen aangesproken te worden. Ja. Uh, dat jij zegt, joh, daar ga ik echt mijn best voor doen. Mocht ik een keer niet goed zeggen, dan wil je me daarop wijzen. Want, maar ik doe wel mijn best. Ja. Dat is al heel anders dan dat je denkt, nou vind ik moeilijk hoor, dat uh, gaat niet. <laughs> Want non-binair betekent? Um, nou, in het algemeen, er kunnen ook weer verschillende betekenissen aan zitten, maar mm -hmm. in het algemeen betekent non-binair dat iemand zich geen man en geen vrouw voelt. Uh, en dan kan het weer verschillen hoe iemand dus het prettig vindt om aangesproken te worden. De ene die zegt, ja, je mag me prima met uh, hij en hem aanspreken. Uh, en andere zegt, ja, maar ik voel me daar niet door aangesproken. Die en hen en daar heb je ook nog wel weer wat discussie over omdat dat nou ja wat zijn dan de goede woorden je hebt daar nog niet echt een goed Nederlands woord voor dus je ziet nu die en hen vaak hm. dus je ziet dat bijvoorbeeld ook veel op LinkedIn dat er achter ja. iemands naam staat uh, zij haar die hen hij hem ja ja dat is goed ook dat je het noemt want ik kan me best voorstellen we zijn zo gewend om uh, ja, vanuit gender elkaar aan te spreken. Dat, dat, ja, dat het heel goed is om te weten als iemand zegt. Veel, ik, ik, ik voel me daar niet prettig bij. Ik identificeer me daar niet mee. Ik heb het liever op deze manier. Dat dat, uh, nou ja, dat, dat, dat bespreekbaar mag zijn. Ja. Tegelijkertijd kan ik me ook herinneren dat volgens mij de NS. Uh, hun um, uh, manier waarop ze de reizigers aanspreken hebben aangepast. Dus ja. dat ze dat inderdaad ook uh, niet meer. Uh, dat ze dat genderneutraal hebben gemaakt. En nou ja, dat er dan ook wel. Um, ja, ophef weet ik niet, is misschien een groot woord, maar dat er ook wel mensen zijn die zeggen: ja, gaan we misschien niet te ver met, met z'n allen? He, dat geluid mm. hoor ik ook wel om me heen. Hoe, hoe kom jij dat tegen? Ja, met dat soort dingen denk ik altijd. Want vroeger zeiden NS dames en heren, en nu zeggen ze beste reizigers. Oh ja, dat is het. Ja, ik heb er geen last van dat ze reizigers zeggen. Nee, ik ook um, niet. En als er mensen daardoor prettiger vinden, omdat dat algemeen is, en die ze helemaal niet aangesproken voelen door Dames en heren. En nu denk ik, hey, dat zijn wat in mijn ogen zijn dat kleine dingen die wel een hoop verandering kunnen brengen. En, en nou ja, ik heb daar geen last van. Dus ik denk altijd, wat is dan het probleem? Mm -hmm. En dat denk ik bij heel veel dingen. Als je uh, ze zeggen, ja, maar dan voelen die zich niet meer aangesproken. Nee, maar iedereen valt onder reizigers. Dat is, dat is een vorm van inclusie. Mm -hmm. um, ja, ik, ik vind met dat soort dingen altijd een beetje last. Want ik denk, als ik als ik uh, non-binair zou zijn, en ik word, of nou ja, laat ik het anders zeggen. Stel, ik ga jou nu aanspreken met hij en hem. Mm -hmm. Dat voelt waarschijnlijk heel raar. Want daar voel jij je, ja, zo identificeer jij je niet. Nee. Nou ja, zo voelt het dus ook voor iemand die non-binair is. En die blijf je met de verkeerde voornaamwoorden aanspreken. Kan ik me voorstellen, want dat heb ik natuurlijk zelf niet. Maar ja. dan denk ik altijd, ja, dan zou ik het ook prettig vinden. Ik vind het fijn om aangesproken te worden met zij en haar. Want dat is wat bij mij past. Dus in die zin, en dat is natuurlijk gewoon. En andere dingen zijn lastig, Daar dus moet je moeite voor doen. Ja. Uh, maar ik denk dat, dat ja, ik zou dat zelf ook prettig vinden... als mensen daar in moeite voor mij zouden doen. Dus dan zou ja. ik dat andersom ook doen. Ja, en je zegt de aanpassing. Iedereen valt nog steeds onder die aanpassing, beste reizigers. Dus in die zin, nou ja, zeg jij, je doet niemand uh, tekort daarmee. En ver, ja, verplaats je in degene die, die nou ja, eh, zich niet identificeren met hem of haar... dat dit eigenlijk een hele fijne manier is. Dus waarvoor ja, zouden we dat dan niet gewoon inderdaad zo doen? Ja. En ik denk nu dat het voor iedereen gewoon is dat soms zit er ook een soort overgangsfase in dat mensen even moeten wennen, omdat iets anders wordt. Mm. Uh, ja, en ik denk dat voor nu heel veel mensen denken: er überhaupt niet meer over na. Want het is gewoon normaal dat je, als je op het station staat, beste reizigers wordt. Ja, maar dat is het dan misschien, hè? De, de, de verandering dat iets anders wordt, dat dat dan mogelijk uh, nou ja, lastig kan zijn. Merk je dat ook bij de, bij de organisaties waar jullie komen als generatie morgen? Dat die, die lastigheid er wel is. Dan zie je ook snel kenteringen ontstaan in deze tijd... waarin er heel veel verandert? Ja, je ja, hebt wel... Um, kijk, dit onderwerp... er zijn mensen die er altijd heel enthousiast over zijn. Zeggen, ja, we moeten er wat mee. En je hebt ook zeggen mensen... gaan we het daar weer over hebben? Mm -hmm. um, en dat is denk ik vooral... als je het gevoel krijgt dat dingen opgelegd worden... dat dingen anders moeten... of dat jij... het wordt ook vaak persoonlijk... Uh, dat jij iets niet goed doet... Uh, of dat jij misschien geen, het gevoel hebt... dat je geen kansen krijgt... of ergens wordt uitgesloten. En dat maakt het vaak ook een heel moeilijk onderwerp. Uh, omdat het dus zo ja, qua persoonlijk aangesproken daarmee te maken heeft. Um, maar ik denk dus juist dat het belangrijk is hoe je het gesprek daarover aangaat... en niet alleen maar met het vingertje gaat wijzen... maar zeggen, hé, hey, mm -hmm. uh, het verplaatsen in mensen... en dat ik wel eens workshops geef dat mensen van nou, tevoren... ik had hier helemaal geen zin in en achteraf denken... oh, maar het was eigenlijk best wel interessant... want op deze manier had ik er nog niet over nagedacht. Maar je hebt ook mensen die zeggen, ja, maar nou ja, dat soort dingen... Um, als je het hebt over nou ja, bijvoorbeeld genderneutrale wc's. Ja, maar dat, nee, dat gaat te ver. Ik vind alles heel goed, maar dat niet. Dus, dus ja, mensen denken daar verschillend over. Ja. En een, wat zou jouw eerste tip zijn om dit dan bespreekbaar te maken in zo'n organisatie? Nou, ik denk dus en helemaal als je het hebt over inclusie... dat het goed is om iedereen's mening te horen. En ja. te zeggen, hé, hey, maar wat, wat vind jij dan belangrijk en hoe kijk je daartegen aan? En te, en te kijken, hé, hey, kunnen we op verschillende manieren... Verschillende mensen met elkaar in gesprek laten gaan. Ik denk dat dat al heel vaak mm -hmm. um, nou ja, een, een manier kan zijn dat je zegt. Oh, maar dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet van jou, of hey, als je er op die manier over nadenkt. Dus dat gesprek faciliteren, gewoon eens ervaring in delen. Ik denk dat dat een hele belangrijke eerste stap is. Ik kan me ook voorstellen dat dat best spannend kan zijn. Dat je daar ook wel een bepaalde veiligheid voor moet ervaren op de werkvloer omdat ook, om daarin ook je gedachten te delen. Ja. Zeker als die misschien wat afwijken, dat wat dan de norm is. Ja. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Um, nou, toevallig heb ik laatst gehoord ik over een nieuwe tool, die heb ik zelf nog niet uitgeprobeerd, maar het vond wel een interessante... die je in wat grotere workshops kunt gebruiken, is dat mensen anoniem met elkaar, uh, dus dan moet je volgens mij minimaal 40 mensen hebben, uh, wordt gepijld hoe ze over bepaalde dingen denken. Uh, en dan worden ze gekoppeld aan mensen die er anders over denken. En dan kunnen ze daarmee chatten. En dan weet je dus niet wie dat is, maar kun je wel van gedachten wisselen. Dus er zijn wel middelen die je daarvoor in kunt zetten. Uh, maar wat ik zelf wel eens doe, is een workshop bijvoorbeeld aan de hand van casussen. Dus dan hoeft het niet direct over jezelf te gaan. Mm -hmm. Maar dan bespreek je een casus en hoe je daar mee om zou gaan. En dat kan soms leiden tot het gesprek dat iemand zegt, ik heb dat ook meegemaakt. Maar mm -hmm. dat hoeft niet. Dus dan nou ja, staat het misschien iets verder weg. Heb je een voorbeeld van zo'n casus om het wat praktisch te maken? Um, ja, dat uh, kan bijvoorbeeld gaan over, een, uh, je, hebt, je hebt een borrel uh, en er is een collega die daar nooit heen komt, want die drinkt geen alcohol uh, en die vindt dat niet prettig. Um, nou ja, hoe ga je daarmee om? Of heb je een kaas van, hey, zou je diegene wel overhalen, ja of nee? Nou ja, in zo'n soort situatie. Ja. Of richt je het zo in dat iedereen denkt, nou, het wordt een gezellige borrel of ik nou drink of niet? Ja, dus dan ga je het gesprek Want het aan het met een persoon. Want collega kan dan zijn... Ik, ik ben degene die niet drinkt, de anderen drinken wel. Dus daar ligt een bepaalde sociale verwachting. En dan wordt het als ongezellig ervaren dat ik niet drink. Is dat dan wat? Ja, dat kan. Dat, kijk, sommige mensen zeggen... ik vind dat niet erg als er uh, alcohol wordt geschonken... maar ik drink het zelf niet. Je hebt mensen die vanuit geloofsovertuigingen oh, ja. niet drinken... en het niet prettig vinden om, om... in een omgeving... waar heel veel mensen wel drinken, ja. zeggen dan kom ik niet. Nou ja, dan kan natuurlijk dat mensen zeggen... oh, die is ongezellig, die gaat nooit mee... Maar wat doe je dan? Denk je dan, oh ja, nou laat maar diegene die wil niet. Ga je het gesprek aan met diegene? Ga je het mm -hmm. gesprek aan met degene die die borrel organiseert? Van hé, hey, ja. kunnen we ook een keer een alcoholvrije borrel organiseren? Hoe zou je met zo'n situatie omgaan? Er zijn natuurlijk een heleboel. Ja. We hadden dat ook, die ook laatst. We hadden doen. een uitje gepland om naar een, een kaasrestaurant te gaan. Maar er bleek geen vegan opties op de menukaart te staan. Maar we hebben ook een collega die mee zou gaan en die, die vegan is. En toen hebben we ook gezegd, ja, maar dan gaan we naar een ander restaurant. Want ja. dan kan wel gewoon iedereen mee. Ja, in plaats van... Uh, ja, dat je dan alleen eet bij de kaasboer. Ja, toch? Ja. Ja, ja yes. maar dat is wel een mooi voorbeeld. Je kunt zeggen, oké, okay, maar de meeste mensen vinden dat wel leuk, dus we gaan dat wel doen. Ja. Of je kunt zeggen, nee, maar we vinden het belangrijk dat iedereen um, dus een leuk uitje heeft. Dus gaan we iets zoeken waar mensen die niet vegan zijn, die wel vegan zijn, dat iedereen een leuk uitje heeft. Ja, en... <laughs> Kasper en ik kijken elkaar aan. Wie gaat er? Die gaat Kasper er. gaat. Um, nou, wat over inderdaad van hoe begin je, je zo'n gesprek? Het bewustzijn is heel belangrijk. En ik, ik denk dat het ook heel belangrijk is om van elkaar te weten... wat kan het ons brengen? Uh, aan de gang gaan met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Ik kan er zelf een voorstelling bij maken. Maar kan jij ons vanuit jouw expertise vertellen... wat het allemaal kan brengen voor een organisatie? Ja, nou, je kan je voorstellen dat als je met mensen bent... die op elkaar lijken, dat je vaak op dezelfde manier denkt. En dat best wel makkelijk werkt. Want je zegt, hey, ik heb een goed idee. Oh ja, goed idee, gaan we doen. Ja. Dan gaat het heel soepel. Mm -hmm. uh, maar als je met allemaal verschillende mensen werkt... kan je je voorstellen dat mensen denken... oh, maar heb je ook daar aan gedacht? Of hey, maar ik denk daar op een hele andere manier over. Werkt dit niet beter? En dat dat best wel wat discussie kan opleveren. Maar dat je uiteindelijk denkt van... wow, maar als we dit pakken en dat en dat... dan hebben we eigenlijk nog een veel beter idee. Dus die verschillende perspectieven, ervaringen die mensen hebben... of een andere manier van denken hoe je het aan moet pakken ja dat kan een organisatie natuurlijk heel veel opleveren helemaal als je kijkt voor wie nou ja ga je iets naar buiten toe doen uh, ben je bezig met innovatie voor wie werkt dat dan dan moet je ook op verschillende manieren over dingen nadenken mm -hmm. um, ja ja, ja. Dus aan de ene kant zou je misschien kunnen zeggen: als je in een wat meer homogenere groep zit, dan gaat je besluitvormingsproces sneller. Want dan is de kans groter dat je allemaal vanuit uh, nou ja, wat, meer, wat sneller eenzelfde zienswijze hebt. Aan de andere kant zeg jij: op, meerder, op het moment dat je dus dat vanuit een veel uh, diversere samenstelling doet, dan heb je al veel beter nagedacht met elkaar over ook, nou ja, wat er um, nou ja, bijvoorbeeld voor klanten of. Uh, naar buiten toe zeg maar, belangrijk kan zijn. Dus dan, dan heb je al die discussie. En nou ja, dan kost die besluitvorming misschien wat meer tijd. Maar dan heb je het wel nou ja, uh, veel waardevoller opgepakt. Ja, absoluut. Ik denk dat je een hele hoop blinde vlekken kunt hebben... als je op dezelfde manier over iets denkt. Als je zelf niet tegen dingen bent aangelopen. Of, of, of dat als je niet wordt uitgedaagd... om op een andere manier over te denken. Dan mm -hmm. is het vaak oké, okay, dan gaan we dit doen. En dan kan je misschien nog wel eens denken... hé, hey, zit er een risico aan? Uh, maar als je dus inderdaad allemaal verschillende mensen hebt... dan heb je veel minder blinde vlekken, denk ik, als organisatie. En heb je daar een, een voorbeeld van? Dus dat, dat, je, nou ja, dat je weet van een bedrijf die daar heel erg al in, in geïnvesteerd heeft... of in voorop loopt om echt een, een diverse groep medewerkers te hebben... waardoor je ook dat terugziet in um, nou ja, wat ze ook doen met elkaar? Nou, manieren waarop je dat vaak terugziet is dat er bijvoorbeeld... bij grote organisaties vaak heb je uh, medewerkersnetwerken... Uh, en die komen dan op voor bepaalde belangen... voor de gevraagd om over bepaalde beslissingen mee te denken. Um, dus je ziet bijvoorbeeld bij een, uh, een NS, een grote organisatie... Uh, die hebben netwerken voor jonge mensen. Die hebben netwerken voor vrouwen, voor LHBTI... voor mensen met een um, mm. uh, biculturele achtergrond bijvoorbeeld. En als je zegt, hey, we willen iets nieuws gaan introduceren... en we vragen input vanuit al die groepen... hoe kijken jullie daartegen aan? Um, dan kunnen we daar op een andere manier... Nou ja, over nadenken. En dat weet ik niet zeker. Maar ik gok dat er ook vanuit zo'n netwerk is gezegd. Hey, kunnen we niet iets doen met hoe we mensen aanspreken? Dus dat er ook initiatieven kunnen komen vanuit die verschillende nou ja, netwerken. Ja. Dat zie je dus vaak bij grotere organisaties. Dus soort een OR, maar dan meer gericht op een bepaald thema. Ja. Volgens mij Alliander heeft uh, Lianne. En dat is dan uh, het, 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 ja, het netwerk voor voor vrouwen. En die stimuleren ook. Bijvoorbeeld, volgens mij elke maand, elk jaar krijgt een jonge vrouw, krijgt een soort van bokaal. Een oh, okay. uh, om een jong vrouw, vrouwelijk leiderschap te stimuleren. Zo oh, dat is een mooi voorbeeld. Dan gaat het ook wat meer leven. Want in eerste instantie dacht ik ook, ja, maar hè, dan ga je toch juist, uh, gaat het ook een beetje ten koste van je diversiteit. Want dan ga je juist mensen die bepaalde vergelijkbare eigenschappen of nou ja, op een bepaald vlak dus overeenkomst hebben bij elkaar uh, in een netwerk zetten. Dus hoe verhoudt dat dan juist tot de kruisbestuiving die je wil uh, realiseren? Dat je Juist die verschillende dat je dat perspectieven heel goed bij elkaar. Moet faciliteren dat, dat, dat die netwerken ook met elkaar mm -hmm. in gesprek zijn. Maar dat je dat het ook. Ik denk dat het een stukje veiligheid biedt. Soms voor mensen of vertrouwdheid, dat je zegt. Hé, hey, waar loop jij tegenaan? Waar loop jij tegenaan? Mensen die dezelfde ervaring delen, dat is mm -hmm. yeah. ja, mensen eigen, dat vind je prettig. Yeah. Uh, je voelt je snel comfortabel bij mensen die op jou lijken. Maar dat je dat wel moet faciliteren, dat dat, dat je als nou ja, met elkaar in gesprek bent. Uh, om zo die verschillende. Uh, Perspectieven juist te benutten. Ja, je zegt dus wel dat iedereen met de neus dezelfde kant doen. maar dat kan dus ook een gevaar zijn dat je niet, soms moet je eventjes je hoofd draaien om een ander perspectief uh, te horen. Uh, nee, zeker, een... zeker. En ik denk ook dat je, uh, tenminste, als ik naar mezelf kijk, dat je. Um, je wil juist graag openstaan voor diversiteit en voor uh, nou, verschillende uh, uh, perspectieven. En dan denk ik. Dat ik daar dus zelf ook heel alert op ben. Maar ik denk dat, dat, dat ik dan toch onbewust veel meer ja, biased ben. Dat, dat ik eigenlijk veel meer, ja, uh, toch uh, wat sneller nou ja, misschien dingen kies die dichter bij mijn perspectief liggen. Of dichter bij, bij een eigen voorkeur. dan dat ik eigenlijk van mezelf door heb. Ja. Dat, uh, dat vind ik altijd ook zo bijzonder. Dat dat, uh, dat, dat het zo werkt. Dat iedereen. Ja, is de, is de, kun je daar iets over zeggen? Ja. Ben ik niet gek? Nee. Nee, <laughs> nee als je dat. Uh, ik, uh, ik geef dus training om discriminatie te voorkomen. Het gaat een heel stuk over bewustwording, stereotypen, wat zijn het nou eigenlijk? En een heel groot deel van hoe we denken gebeurt onbewust. Ehm. Um, en bepaalde associaties die je maakt, dat gaat heel snel. Daar denk je soms niet eens over na. Als je iemand hoort aan de telefoon, je hebt diegene nog nooit gezien, heb je daar waarschijnlijk een bepaald beeld bij, hoe diegene eruit ziet. En soms klopt dat en soms klopt dat misschien helemaal niet. Mm -hmm. uh, dat je denkt, oh, in mijn voorstelling was je heel anders. Maar dat lijkt uh, omdat die stem misschien op iemand lijkt die jij kent, uh, waardoor je dat beeld op diegene projecteert. Dus over het algemeen koppel je dingen aan hoe bekend iets voor jou is. Kun je dat makkelijker associëren? Dus als je ook kijkt van, hé, hey, in mijn omgeving zie ik dit vooral. Dus dan neig je daar sneller naartoe. Um, en mensen voelen zich. Nou, nee, moet ik anders zeggen. Mensen denken graag positief over hun eigen groep. Dus je hebt mm -hmm. het in de psychologie over de in -group en de out-groep. Dus de groep waar jij toe behoort is de in-groep. En mm -hmm. daar denken mensen nou graag positief over. Dat ze gewoon een algemeen menselijke eigenschap. Um, dus zul je ook sneller een positief beeld koppelen aan iemand die misschien op jou lijkt. Omdat jij ook graag positief over die jezelf bent. Die onderdeel weet. is van jouw in -group. bekender. Ja, dat is bekender. En je weet vaak meer over je eigen groep... dan over een andere groep. Ja. En als je dus als bedrijf zegt... Hey, we willen hier toch, toch wel eens uh, ja, stappen in maken... Om, om toch eens diverser te worden. Te kijken hoe staat het ervoor met onze inclusie... en gelijkwaardigheid. Waar begin je? Dat is een lastige vraag, hè? Er zijn zoveel dingen die je kunt doen... Uh, maar ik denk dat het goed is om te kijken, hé, hey, waar, waar staan we nu? Um, dus ik zou beginnen met um, in, ja, een nulmeting, als je het zo noemt. Kijken, hoe, hoe ervaren de mensen die er nu zitten? Um, nou ja, het gevoel van inclusie, het gevoel van diversiteit, waar, waar willen we heen? Wat vinden we belangrijk? Um, je kunt dan ook met toestemming vragen over, naar bepaalde kenmerken van mensen. Um, Hoezo bedoel je met toestemming? Nou ja, vanuit de privacywetgeving mag je ook vanuit HR niet alle gegevens van personen vastleggen. Mm -hmm. uh, dus in een HR-systeem vind je vaak leeftijd en misschien gender van iemand. Uh, maar daar staat niet in wat iemands huidkleur is of, uh, um, of iemand binnen de LBTI-community valt of nou ja, wat voor religie iemand heeft. Um, maar je kunt wel als je zegt: Hey, we willen in het kader van diversiteit en inclusie gaan we een onderzoek doen. We vinden het belangrijk om dit na te streven. Uh, en we hebben daar een aantal vragen en je mag zelf kiezen: wil je daar antwoord op geven, ja of nee en geef je daar dus toestemming voor. Dus in dat kader dat zou je aan mensen kunnen vragen. Mm -hmm. En dan kun je dus spelen: Hey, hoe staan we er nu voor? Uh, en waar willen we naartoe? Um, en wat een belangrijke is, denk om te kijken, als je hiermee aan de slag wil, je zegt: hey, we wij zijn niet zo heel divers, en we willen graag meer diversiteit, want we vinden dat om verschillende redenen belangrijk. Um, dat je goed moet kijken, maar hoe inclusief zijn wij nu eigenlijk? Want als, als er al geen veiligheid is in de organisatie, dan is het leuk als je verschillende mensen binnen gaat halen, maar die zijn waarschijnlijk ook net zo hard mm -hmm. rennen ze weer weg. Mm -hmm. um, dus dan zou ik, nou ja. Dus dat als je dat meet, hoe dat daarmee staat en hoe je met bepaalde dingen omgaat, dat inclusie wel een eerste stap is als je met diversiteit aan de slag wil. En een superbelangrijk en ook relevant onderwerp. Ik bedoel, we horen natuurlijk toch in de media regelmatig voorbeelden voorbij komen, waarbij nou ja, er, er toch gesproken wordt dat, dat medewerkers zich nou ja, heel erg onprettig, onveilig, misstanden. Ja, zijn toch de dingen die, die we horen. Um, Jij zegt, ga dus eerst goed kijken naar, naar hoe staat het met de inclusie binnen je bedrijf. Want daar zit dan ook, daar kun je met elkaar werken aan. Uh, ja, hoort iedereen erbij? Voelen mensen zich dus ook daarbinnen veilig? Ja. En als je gaat werken aan je diversiteit, maar die basis heb je niet, dan, dan beklijft dan beklijf dat niet. Nee. nee, absoluut. Ik denk dat, dat mensen alleen maar een hele vervelende ervaring krijgen als ze bij je komen werken. Maar ze worden niet... Gewaardeerd om wie ze zijn. Want ja. de mensen die nu zitten, worden ook al niet gewaardeerd om wie ze zijn. En als je dan, en die groep lijkt al op elkaar, en als de mensen dan mm -hmm. ook nog heel erg anders zijn ja. op bepaalde kenmerken, dan wordt dat denk ik een hele onveilige situatie. Ja, dus je moet echt goed faciliteren dat je bedrijf er ook wel klaar voor is. Ook een HR-beleid en, en inderdaad hoe je events aanpakt. Dat als je iemand uh, ja, die anders is, dan jouw homogeen groep die je nu hebt, erbij komt, dat die denkt: dit is een fijne club. Mm -hmm. uh, en misschien hebben ze nog wel. Toevoegingen, tips, hoe, hoe het nog beter kan, maar wel dat je het gevoel hebt van. Nou, ik word ik, ik ik, erbij aan het aan besteed ja. en ik hoor erbij inderdaad. Ja. Ja, wat, en kom jij ik, dit ook tegen in de praktijk? Ja, wat, je, uh, wat ik vroeger in mijn uitzendwerk ook vaak had, is dat dan heb je organisaties waar heel veel mannen werken, bijvoorbeeld een heel technisch bedrijf, met monteurs of nou, noem maar wat. En dan zegt ze ja, het is wel een mannenwereld. Uh, dus een vrouw, dat lukt niet of ze, of ze moet wel tegen een grapje kunnen dan denk ik altijd, ja, of je moet die mannen even opvoeden, dat ze gewoon normaal met iedereen om moeten gaan en geen seksistische grappen maken bijvoorbeeld als dat de sfeer is daar mm -hmm. uh, en het is niet dat die vrouw er dan maar tegen moet kunnen, want dat is heel onveilig en sommige vrouwen zullen misschien zeggen, oh ja, dat vind ik prima mm -hmm. uh, maar dan denk ik, waar ligt dan het probleem, moet dan de vrouw zich aanpassen dan heb je het dus niet over inclusie mm -hmm. of zeg je, hé, hey, maar hoe gaan we hier met mensen om, en als deze vrouw een hele goede monteur is of een lasser of wat dan ook, eh, dan willen we die graag hebben en dan gaan we gewoon normaal met elkaar om. Mm -hmm. Want, nou ja, je gaat toch ook normaal met je zusje om of met je vrouw? Of als je het in dat perspectief plaatst, is dat weer anders. Maar dan zeggen mensen, ja, maar goed, dat is de cultuur hier. Mm -hmm. Nou ja, dan moet je daar dus mee beginnen mm -hmm. als je het belangrijk vindt eh, dat vrouwen ook een fijne werkplek bij jou hebben. En wat je zegt dus, die nulmeting, dat is een eerste stap om te kijken waar sta je. En dan zou je dus ook op vrijwillige basis dus met toestemming uh, nou ja, naar wat specifiekere kenmerken kunnen vragen. Om te kijken hoe staan we daar specifiek, uh, hoe staat het daarmee binnen het bedrijf. Mm -hmm. Als je die nulmetingsfase hebt afgerond. En dan? Um, Welke mogelijkheden zijn er dan? Nou, er zijn een hoop mogelijkheden. Ik denk dat het... Um... Als, het, uh, als je er echt structureel iets mee moet doen, dan moet je daar een, een visie op hebben. moet je daar een strategie op gaan bedenken. Want je kunt een hele hoop losse initiatieven gaan doen. En mm -hmm. dat is heel leuk, maar dat is ook een beetje los zand. Mm -hmm. uh, dus je kunt zeggen: Oh, we gaan iets aanpassen in onze kerstpakket. of we gaan onze wc's aanpassen. Maar als dat het is, dan. Mm -hmm. Ja een beetje losse vlodders. Mm -hmm. Dus dan moet je kijken, hé, maar wat vinden wij belangrijk? Waar gaan we op inzetten? En wat past daar dan onder? Dus dat je echt een plan hebt. Uh, en wat daarbij belangrijk is, is dat dat gedragen moet worden. Um, eigenlijk binnen alle lagen, maar dat je zeker ook de steun van de directie moet hebben. Want als die zegt, oh ja, projectje van HR erbij, ja, dan gaat het ook niet werken. Dan dus heb, het... heb je niet voldoende draagvlak eigenlijk. Nee. Mm -hmm. Dus draagvlak en helemaal vanuit directie, dat ze zeggen, oké, okay, we gaan hier actief mee aan de slag. Uh, en we gaan vervolgens een plan maken. En met die plannen gaan we ook echt uitvoeren. Mm -hmm. Dan kun je dus heel gericht aan de slag uh, met wat je gaat doen. En dat, dat verschilt eigenlijk per organisatie, wat je dus als eerste kunt doen. Want er zijn honderdduizend dingen die je kunt doen. Mm -hmm. um, en daarin moet je dus ook keuzes gaan maken. Dat je eerlijk zegt: in, ja, we kunnen niet alles tegelijk. Mm -hmm. Er zal ook niet alles tegelijk goed gaan. Maar we gaan hiermee beginnen. En als dit op orde is, moet je er nog steeds aandacht hebben. en dan kunnen we verder. Als dus je, dus je gaat prioriteit stellen, wat is ja. dan voor ons de situatie, wat vinden wij dan het meeste van belang, daar ga je in stapjes mee beginnen. Ja. En bijvoorbeeld een, een, je toiletten genderneutraal maken, is daar een voorbeeld van. Ja, ja kijk, dat is een aanpassing. Dus zeg je dat is een, een niet een heel strategisch iets, maar dat is wel een fijne bijkomstigheid. Um, wat een makkelijke aanpassing is. Je mm -hmm. hebt een aantal quick fixes die je kunt doen... maar het mm -hmm. zijn niet alleen maar quick fixes. Dus als je zegt, hé, hey, dat vinden we goed... in het kader van man, vrouw, uh, ja. gendergelijkheid... maar ook mensen die zich niet identificeren als... Um, er is volgens mij zelfs onderzoek naar gedaan... dat als je genderneutrale toiletten hebt... Um, dat dat ook weer doorwerkt op de prestaties van vrouwen. Dat er dus geen onderscheid wordt gemaakt in mannen en vrouwen. Oké. Okay. Dus een... Bij ons op, uh, in het kantoor hebben ze dit net uh, veranderd. Dus we ja. zijn er net over van... Uh... Dan hmm. ja, nou ja, genderneutrale toiletten. Onbewust kan dat dus meerdere effecten hebben. Dus ja. dat is een mooi okay. iets. Nou, Dat is heel stom. Maar ik ga dus gewoon nog steeds dezelfde deur door. Gewoon de <laughs> hè? Ja, gewenning. Ja, we hebben hem nog niet aangepast aan mensen die minder valide zijn. Ah, dat is wel inderdaad een goede ja. ja. Dat moeten we nog doen. Ja. ja. Maar vind dit wel al uh, een, Het is mooie, wel stap. een mooie stap? een mooie stap. Ik zal brengen, nu ook nog eens ja. de andere deur een keer ja. proberen. Maar vooralsnog <laughs> ja, ben ik maar, maar dat zijn kleine dingen die wel voor iemand heel veel kunnen betekenen. Want als jij dus, nou ja, hoe vaak per dag ga je naar de wc? Laten we zeggen, nou ja, drie, vier keer. Mm -hmm. En elke keer moet je nadenken, oh, waar ga ik heen? Zal ik, ja, ik voel me daar niet prettig. Dat dat best wel invloed kan hebben op hoe jij je voelt op de werkplek. En dat is dus ook als er bijvoorbeeld een minder valide uh, toilet is, dat je daar gewoon normaal naartoe kunt gaan. Dat is mm -hmm. gewoon een basisbehoefte, dat je ja. normaal naar de wc moet kunnen gaan. Precies. Uh, waar je misschien niet zo vaak over nadenkt, maar voor andere mensen dus elke keer een soort drempel is waar je overheen moet. Ja. Dus dat zijn kleine dingen, maar als je het zegt, we vinden überhaupt um, gelijkheid, gendergelijkheid heel belangrijk, dan moet je ook strategisch gaan kijken naar hoe gaan we om met uh, beloningen. Uh, hebben wij een gender pay gap? Hoe, hoe beoordelen we überhaupt mensen? Beoordelen we mannen en vrouwen? Of, nou ja, als je het hebt over, dan heb je het over gender. Mm -hmm. Gelijk. Uh, want je ziet daar ook dat uh, bepaalde kenmerken, als een man heel datkrachtig is, is dat heel positief. Mm -hmm. En als een vrouw heel erg datkrachtig is, kan het ook zeggen, oh, maar ze is ook wel een beetje zo'n uh, bitchy uh, persoon. Die, uh... mm. nee, ja. Dus hoe beoordeel je uh, dat? Hoe ziet dat proces eruit? Dus dat zijn meer de. Lange termijn in je procesaanpassingen. aanpassingen. Ja, ook al je facturen teksten daarin, denk ik, zijn ook inderdaad woorden die vaak mannen wat meer aanspreken als vrouwen en andersom. Um, ik denk dat dat ook een vo mooi voorbeeld is van echt een strategisch besluit nemen. Natuurlijk, ja, genderneutraal te letten is belangrijk. Maar als er uiteindelijk niemand op kantoor komt die ja, um, genderneutraal is. Mm -hmm. um, of bi binair. Uh, Non-binair, non mm -hmm. sorry. Um, dan heeft dat niet zo heel, heel veel effect. Maar als je mm -hmm. echt zegt met elkaar van... hé, hey, we willen echt een veel heterogenere groep hebben... dan moet je daar echt wel andere dingen gaan, voor gaan doen. in je facture, teksten maar je aannamebeleid... ik weet zelf ook, ik heb vorig jaar best wel wat mensen aangenomen. Mm -hmm. En het, het is best wel een, een gevaar dat je denkt... hé, hey, met deze gast klik ik best wel lekker. Yeah. Dat, dat, ja, <laughs> bijna ja. meteen... oh, die kan ik wel vrienden mee worden. Yeah. En dat is natuurlijk heel fijn. Je denkt, oh, die past ook wel in het team. Ja. Yeah. Die zit in je ingroep. Wat ja, zijn toch toch? In-, je in, en, in en out? -group. Dat is ja. wat comfortabeler. Dus ga je dan inderdaad zeggen... nee, we gaan echt puur competentiegericht aannemen... en kijken bijna niet eens meer naar... ja, past die in team? Ja. Uh, wat misschien ook wel een hele lastig is... want ja, dat heeft ook weer effect op... hoe landen mensen in het team? En dat uh, is het best wel spannend, denk ik... voor een, voor een organisatie om zo'n stap, stap te zetten. Ja, als je het over aannemen... en diversiteit en inclusie zegt, mensen, organisaties zijn vaak op zoek... naar een cultural fit. Dus wie past er binnen onze cultuur... Ja. past in het team. Ja. En eigenlijk bij, als je het hebt over diversiteit en inclusie, zou je moeten zoeken naar een cultural ad. Dus wie mm. voegt iets toe aan het ja, team. Mooi. Of aan de cultuur. Ja. En hoe zou je dat binnen je wervingsproces beter kunnen integreren als je dat zou willen. Dus je gaat naar een cultural ad zoeken. Wat zijn dan stappen die je in je proces kan zetten om uh, ja, dus die wat meer diver diverser te worden? Ik denk dat het heel goed is om te beginnen om te kijken wat hebben we nou eigenlijk echt nodig in het team, of in deze functie. Wat zijn dan competenties die daarbij passen? Uh, dus dat hoeft niet alleen te zijn, juist niet dat iemand gezellig is of op die manier in het team past, maar wel dat je zegt: Hé, hey, we hebben dit nu in het team zitten en dit zou een waardevolle aanvulling zijn mm -hmm. qua competentie. En dat je dan van tevoren gaat bekijken: Hé, hey, dan zoeken we dus dit, wat betekent dat? Dus wat betekent die competentie voor jou? Wat betekent die competentie voor jou? En wat betekent die voor jou? Zodat we van tevoren bepalen, dit betekent dat voor ons. Maar dat zou dus kunnen zijn, we hebben een team waar vooral veel doeners in zitten, die lekker gelijk actiegericht aan de slag zijn en willen eigenlijk. Nou, we missen de competentie dat er eerst goed analytisch gekeken wordt. Ik noem ja. maar even iets. Ja, dus wat betekent dan analytisch denken voor jou? Hoe zou jij dat uh, inschatten? Hoe zou jij? Kunnen we daar gezamenlijke... Um... Maar als je een team hebt wat uh, boven tien mensen is, kan ik me best voorstellen dat dit best wel een complexe exercitie is. Ja, dat is het ook. Het, kan, het vraagt wel meer tijd. Uh, van tevoren al. Uh, maar als je dus van tevoren duidelijk hebt wat je, wat je zoekt, kun je dat in je tekst mm -hmm. natuurlijk heel duidelijk. Uh, omschrijven wat je zoekt. Want heel vaak zijn factures heel algemeen omschreven. Je hebt heel veel competenties die in 90% van de facturenteksten teksten staan. Mm -hmm. Mensen flexibel moeten zijn. Nou ja, goed, dat moet iedereen volgens mij overal. Je moet geen 9 tot 5 mentaliteit hebben. Ja, goed, wat, wat betekenen dat soort dingen bij jullie? Wat is nou echt belangrijk? Ja. Uh, je ziet heel vaak prees. Nou ja, ze uh, is dus mooi meegenomen, maar hoe niet per se. Zet je dat er wel of niet in? Want dat kan weer een drempel zijn. Uh, je ziet nou bijvoorbeeld dat mannen sneller reageren als ze ongeveer de helft van de uh, competenties hebben. En vrouwen, als ze bijvoorbeeld zes van de zeven hebben, denken ze ja, maar die ene heb ik niet. Dus dat kan een reden zijn om niet te solliciteren. Dus ik zou zeggen, zet echt de harde eisen in je facturen. Mm -hmm. En vervolgens ga je ook in je, nou ja, waar zet je die facturen uit? Dus hoe bereik je verschillende mensen? Mm -hmm. uh, doe je dat alleen op je eigen website, op je eigen social media, in je eigen netwerk? Je hebt organisaties die zeggen: We vragen altijd: Ken je nog iemand? Nou, dan als dat een homogene groep is die ook een homogeen netwerk heeft, dan krijg je ja. vaak weer iemand die erop lijkt. Dus waar zet je je factuur uit? Kan op verschillende kanalen zijn. En hoe beoordeel je dan wie er reageert? Uh, dus dat zou je ook aan de hand van die competenties. Wat wil je terugzien? Doe je dat überhaupt aan de hand van een CV? Uh, je ziet nu ook organisaties die bijvoorbeeld uh, met een game bepaalde uh, competenties in zo'n game verwerken. Dan kun je kijken hoe mensen daarop scoren. Dat je daarna pas een cv ziet. Dus er zijn heel veel dingen eigenlijk die je daarin kunt doen. En vervolgens moet je gestructureerd gaan interviewen. Dus niet een gesprek met een klik. Mm -hmm. Dat is leuk, dat zou een vriend van mij kunnen worden. Want hij, oh Padel jij ook, oh ik ook, leuk. Uh, ja, en dan, ja, ja. Dit voelt goed. Ja, oh leuk, ja een gezellig gesprek. Ja. Um, maar je zou iedereen op dezelfde manier die competenties moeten uitvragen. En dan kun je gaan scoren hoe iemand daarop scoort. En dan kun je kandidaten met elkaar gaan vergelijken. En zijn er ook uh, zaken waar je voorzichtig mee moet zijn? Of die, uh, je zei net bijvoorbeeld al: je mag dus niet zomaar vragen naar uh, iemand uh, uh, zijn religie. Of. of uh, nou ja. dus ik, ik voel me weer ongemakkelijk om dit woord te zeggen, maar ras. In uh, een sollicitatiegesprek um, zou ik dat sowieso niet doen. Want nee, dat is dus helemaal moet je niet op relevant. Letten? Nee. Dus dan, dan zou je, mensen zeggen ook altijd, ja, maar het gaat om de kwaliteit. Ja, dus dan moet je ook puur kijken, wat bepaalt dan die kwaliteit? En dat is niet de klik die jij met iemand hebt. Of nee, de huiskleur die iemand heeft. Nee. Um, dus dan zou je. Dus ook al om diverser te worden, competenties is echt het uitgangspunt. Wat is je, je, je de, de toevoeging die je zoekt? Dus wat heb je nu te weinig in je team? En daar echt op een gestructureerde wijze goed weten wat het betekent binnen het team, binnen ja. het bedrijf. Dat we echt op gestructureerde wijze in de gesprekken of nog zelfs dus met een, iets wat ervoor zit, een, een game of een assessment, noem je net, ja. uh, dat je dat uh, op die manier gaat uh, uitvragen. Ja, en dan is het natuurlijk, want je moet met heel veel dingen rekening houden, weer belangrijk om te kijken, hé, hey, zijn het dan dus weer, is degene die, die de solistans spreekt, zijn het weer drie mensen die op elkaar lijken? Hebben ook met die drie mensen die op elkaar lijken bepaald wat die competentie inhoudt. Denken wij daar sowieso al hetzelfde over. Ja. En zoeken we dus weer naar eigenschappen die we zelf ook hebben. Mm -hmm. En wat betekent dat dan? Dus ja, daar gaat best wel wat aan vooraf. Nou, zeker. Um, maar je kunt daarbij ook juist kijken. Hé, hey, als we zien dat we alleen maar één bepaalde groep sollicitanten krijgen. Dus we krijgen alleen maar jonge mannen die hierop reageren. Dan kun je daaruit gaan kiezen en zeggen oké, okay, we gaan voor de kwaliteit. Maar je kunt ook kijken, hé, hey, maar waarom bereiken we alleen maar... Waarom reageren alleen maar die bepaalde sollicitanten hierop? Want er zijn meer mensen die die competenties hebben. Hoe kunnen we die bereiken? En daar kun je natuurlijk wel actief actie op gaan ondernemen. Ja, ja en natuurlijk in de tijd van de arbeidsmarktkrapte zijn er natuurlijk ook bedrijven die, uh, nou ja, die een aanbrengbonus uh, hanteren. Dat je natuurlijk als je iemand uit je netwerken aandraagt, dat je daar dan uh, nou, iets, iets voor krijgt. Dat is dus, als ik jou zo hoor, ook wel iets waar je voorzichtig. Of althans, waar je van alert moet zijn, dat het wel zo kan zijn dat het uit iemand zijn ingroep, zeg maar, komt. Of zeg je, nou, dat is een beetje te ver gezocht. Nou ja, het ligt een beetje aan hoe, hoe divers dus de netwerken zijn van die mensen. Dus als je diversiteit... prima constructie, maar hanteer gewoon wel, blijf wel gewoon de de structuur van je aannamebeleid goed uh, volgen... om echt te kijken of iemand een toevoeging is op de competenties die je zoekt. Ja, waarbij je dus wel bepaalde streefdoelen kunt opstellen... om te kijken, hey, bereiken we iedereen? Want wie, wie solliciteert er dan? Of ja. wie werven we zelf via LinkedIn? Ja. Ja. Hey, voordat we naar het uh, duurzame dilemma gaan... Het is het misschien leuk om nog te vragen aan Nook of weet je, ik hoop dat mensen enthousiast raken van dit thema... dat ze denken, hey, hier moeten we inderdaad wat mee... Zijn er bedrijven waar je zegt, nou dat zijn echt koplopers, leuk om een keer die website te bekijken? Of heb je andere manieren waardoor mensen zich beter kunnen inlichten op dit onderwerp, boeken, podcasts? Um, misschien wat tips voor de luisteraars. Um, ja, sowieso. De, eigenlijk de meeste grote bedrijven hebben wel echt een diversiteit en inclusiebeleid. Uh, bijvoorbeeld Unilever heeft dat heel duidelijk uitgeschreven op de website, ook wat hun doelen per jaar zijn, wat ze wel niet behalen. Mm -hmm. um, dus dat zijn denk ik. Leuke inspiratiebronnen. De NS doet dus bijvoorbeeld heel veel. Die kwam laatst wel weer heel negatief in het nieuws. Dus dat is ook weer een beetje. Nou ja. Uh, ja. ja, hoe ga je dan met bepaalde kwesties om? Uh, maar in principe hebben bijna alle grote bedrijven dus daar wel uh, beleid op. Ook de Bijenkorf bijvoorbeeld. Uh, het zijn ook weer organisaties die weer moeten nadenken. Hé, hey, we hebben een intern beleid, maar hoe naar buiten toe? Ook met onze modellen en zo. Hoe divers zijn die? Nou, interessante dingen. Uh, de Inclusiemarathon is een leuk boek om te lezen staat okay. heel worden heel veel experts ja. komen daar aan het woord inclusie marathon oké okay. ja hebben gelijk op um, podcast je hebt bijvoorbeeld de diversiteit en dan tijd uh -huh. met lange ei ja podcast waarin ook verschillende mensen aan het woord komen ook vanuit de organisaties om um, te vertellen wat zij doen dus dat zijn denk ik wel wat leuke hele ja. mooie tips ja. ja ja heb jij nog iets waarvan je zegt nou dat wil ik nog heel graag delen hebben we nog niet aangestipt um, nou, ik denk dat het belangrijk is dat als je hiermee aan de slag wil. Uh, want wat je heel vaak ziet, is dat mensen denken: het is zo'n groot onderwerp en moeilijk. Ja. Um, en het is niet onze core business. Dus we verschuiven het weer later. Dat, je, dat er heel veel dingen zijn die je kunt doen. En dat je eigenlijk gewoon moet beginnen. En dat je niet moet bedenken dat je alles in één keer goed kunt doen. Maar als je begint en daar open over bent, zeggen: hé, hey, we, we willen graag dingen beter doen. Um, dat dat denk ik het allerbelangrijkste is. Ja. Mooi. Ja, en ik denk dus ook dat dat nieuwsgierigheid belangrijk is naar elkaars manier van kijken hierop. En dat dat, dat er mag zijn. Dus of je nou Absoluut. nog wat meer denkt van joh, hè, zijn die al die veranderingen nou wel nodig? Ik vond uh, mijn gewone toilet zoals die was prima. Mm -hmm. Weet je wel dat 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 geluid er wel mag zijn. Maar dat het juist interessant is om vanuit nieuwsgierigheid met elkaar in gesprek te gaan. Om, om dat meer begrip te krijgen voor standpunten. Ik denk dat dat, wat jij zei ook al, wat niet werkt, is ja, top-down. Uh, dingen uh, um, ja, erdoor duwen. Dus het is wel goed om dat gesprek vooral aan te blijven gaan. Dat, ja. dat ga ik zelf ook meenemen. Dus ook al voel ik me ongemakkelijk, ga ik het toch proberen. Ja, en ik denk goed om, om te uiten, ook als bedrijf, maar ook zelf, van elke dag wil ik leren. Um, omdat Amai. het zo'n lastig thema is. Ja. Dus wat je zegt, nou, NS kwam minder in nieuws de laatste tijd. Um, ja, daar leren ze hopelijk weer van. En dan pas je je beleid of strategie of je acties weer aan. Um, dus dat is denk ik met zo'n thema als, als diversiteit, inclusie en gelijkwaardig, gelijkwaardigheid uh, ook wel een mooie om mee te nemen. Ja, we leren elke dag. Ja, en leren is natuurlijk soms, dat gaat niet altijd helemaal soepel. En dan moet je soms een keer op je bek gaan of dan gaat iets niet goed. En dat is een beetje dat comfortabel worden met het ongemakkelijke. Dat ja, soms, mooi vond ik dat wat je ja, zei. Ja, dat is denk ik belangrijk om in je nieuwsgierigheid en te leren om mee te nemen. All right. Dan zijn klaar voor het uh, positief impact dilemma, denk ik. Ja, die ga ik iets omturnen. Want die hebben we meegekregen natuurlijk van onze vorige gast. Um, maar hoe balanceer jij zelf die keuzes die jij uh, ja, in je privéleven maakt? Um, nou ja, maakt. Um, is, is, zit er een soort van dilemma tussen... je bent met diversiteit en inclusie bezig, uh, werk gerelateerd. Hoe weerhoudt zich dat tot jouw privéleven? Is dat, is dat iets wat, wat speelt bij jou? Um, ja, dat is wel iets wat speelt en waar ik ook wel vaak over nadenk. Ik heb best wel een homogene groep ook om me heen, wat ik soms best wel lastig vind, omdat ik veel met dit onderwerp bezig ben. Aan de andere kant, ja, onderneem ik daar ook nog niet heel veel actie op. Dus denk ik zou, denk ook als misschien zou ik vrijwilligerswerk moeten doen in een bepaalde uh, richting om, om mijn bubbel ook wat uh, te doorbreken of mijn netwerk wat groter ja. te maken daarin. Dus dat zijn wel vragen waar ik mee speel. Ik denk, vind ik wel belangrijk en in wat voor. Ik um, hou er bijvoorbeeld in die zin wel rekening mee met... als je gaat stemmen op een bepaalde politieke partij... hoe staan zij daarin? Dus dat ja. je daar in dat soort keuzes terug laat komen. Um, dat je denkt qua... Um, nou, wij krijgen een kindje. Als je nadenkt over een school of over wat voor soort boeken... dat ik het wel belangrijk mm -hmm. vind dat daar ook wat... Uh, op die manier de rekening mee hou. Ja. Um, maar dat zijn wel echt de kleine dingetjes. Dus dat is wel iets waar ik wel eens mee worstel. Dat ik denk, oh, daar zou ik misschien nog wel iets meer mee kunnen doen. Ja, ik ja. Absoluut. En gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zij heeft tussen neus en lippen door uh, dat ze zwanger is. Ja, dat is heel, heel gaaf. gaaf. Heb jij ook een positief dilemma voor ons volgende gast? Um, ja. Um, dat is qua, nou ja, in duurzaam, nou ja, duurzame activiteiten kun je natuurlijk een hele hoop doen. Uh, dus mijn dilemma zou dan zijn: zou je kiezen voor? één ding waar je volledig voor gaat. Dus zeg je, ik ga nooit meer vliegen... of ik koop nooit meer nieuwe kleren. Of zeg je, eh, ik ga voor... ik doe van alles een beetje. Dus ik ga wat minderen met spullen kopen. Ik ga heel bewust één keer per jaar vliegen. Dus nou ja, van alles een ja. beetje. Of voor één volledig... 100% voor één ja. focuspunt. Oké. Okay. Nemen we mee. Ja. Ontzettend bedankt dat je hier was. Dat je mijn ogen in ieder geval weer uh, geopend hebt. Ja, dankjewel. En uh, heel Bedankt. veel succes verder. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren op deze aflevering? Dan vinden wij dat hartstikke leuk. Dat kan op podcast @positiefimpact nu. Tot volgende week.